Hey, hallo. Ik hoop dat het beeld een beetje goed is. Volgens mij totaal niet, maar ja, je zit nu eenmaal met donker. Ik ga mezelf een beetje onthoofden. Ik heb vandaag een tekoetkoozak bij de bakkerbart gehaald. En die ga ik jullie nu even laten zien. Ik zag sowieso drie broden en verder weet ik het ook niet. We hebben een wit brood. Een iets donkerder brood. Klinkt lekker, hè? Ik ben echt goed bezig. En zo te zien een nog iets donkerder brood. Kortom, drie verschillende broden. Maar dan gaan we daar lekker liggen. We hebben drie soepstengels. Ik hoor we de tortelloni soep morgen eten. Een pakje speculaasjes. Dit is wel een goede verdeling. Dit is wel een goede verdeling voor ons. Een gevulde koek. Niet voor zo. En voor mij vanavond een snoetje. Een, ik denk, appelslag. En dit was de volgende ook erg lekker. En als laatste kuizenbroodjes. Dus, nou, ik denk dat we toch alweer verwend genoeg zijn geraakt. En dat het de waarde zeker wel heeft. Dus wij gaan genieten. Het is met donker filmen, zie ik nog best moeilijk. Gaan jullie iets draaien? Kijk. Tadaa. Op naar de volgende box. Zak, wat dan ook. Daar zijn we weer. Too Good To Go box nummer 2. Ik zit er ook bij, hè? Ja, ook weer een bakker. Ja, en een verrassingsbakker. Ja, de koning. Daar hadden we 3 weken terug. Zoiets, ook brood van... Was... Nee, dit is van Marina Park in Volendam. Ja, de Koetkoobox van de Marina Park, ja. Het staat wel op, denk ik. Wat waldkorren. Een waldkorrenbrood. Wat ik donker verwacht had. We hebben hier een grof volkoren. Een grof volkoren? Ja, we hebben... Kleine herhaling hoor. Bruinvloer. Tijger. Een bruinvloer tijger. Kijk, zien jullie? Mooi tijgerprintje. Ben je altijd er lekker van, hè? Ja, wit vind ik wel lekker. Ik weet niet of het is Oké. Okay. Nou, dan hadden we de witte moeten nemen, maar... Nee, dan had de witte erin moeten grof, zitten. Grof volkoren gesneden. Dat hadden we dit ook, dus dat zijn 2 grof volkoren, toch? Ja. En dan hebben we hier nog een volkoren. Maar dan niet grof. Nee, niet grof. Ook nog een mooi broodje. En een half... Ik denk wolkoren ook. Wolkoren! Ja, en nog een halfje wolkoren. En bruine kadetjes. 6 bruine kadetjes. Geloof ik als ik het zo even snel tel. Ja, per 6 verpakt. Ja, voor 2,99 dacht ik. 2,99, ja. Dus, we hebben weer brood. En ik weet ook voor hoeveel ze op de lijst gingen. 8,99. Ja. Daar moest het minimale aantal doen. Ja. Dus we kunnen weer spullen. Top. Op naar de volgende. Vandaag de uitdaging. Sint Maarten en de toekomstige verkoopbox laten zien. Ja, voordat we geneten moet ik het toch laten zien. Dus die is een beetje een uitdaging. We hebben er al, ik heb er al een stuk of 6, 7 kinderen zeker gehad. We hebben een toekomstige verkoopbox van de Lidl.
Goed gefilmd, laat ik het zo zeggen. Wat zit er allemaal in? Een champignons, een flinke bak. Een mega bloemkool. Drie sinaasappels. Pak soi. Een ijsbergsla. Bleekselderij. Hoe heet het ook alweer? Bidirobado-sla. Eindelijk een groene paprika. Ik zit altijd te wachten op een groene paprika. Een zakje kleine worteltjes noem ik ze maar even. Een zakje iets grotere worteltjes. Een avocado. Dat zijn wij wat minder van. En als fruitje een doos blauwe bessen. Nou, ik moet zeggen, dit voor 2,99. Ik zal jullie even... Shocking toch? Ik vind het echt shocking. Nou. En ik zal jullie een geheimpje vertellen. Er komt nog een box aan. Dit besteld. Morgen ergens ophalen. Ik vertel niet waar. Maar hij is leuk. Ik denk dat hij leuk is. Heb ik nog niet gedaan daar. Dus gaat goed komen. Op naar de volgende. En misschien dat ik nog laat zien wat ik ermee maak. Hey, daar ben ik met pakketje nummer 4. Soms weet ik nog niet waar ik wat ging halen. Maar ik heb bij Pieman Bakery wat gehaald. Je kunt het online bestellen. Ze hebben hier en daar ook verkooppunten. En de echte bakkerij zit in Horen, op Horen 80. Dus die hadden toen goed ook. Ik denk, dat is ook leuk. Dat gaan we doen. En wat zit er allemaal in? Hij kost 4,99. We hebben soep. Wat voor soep? Geen idee. 60-20. Ik zag iets met... Oh, ik heb hem op de site zitten kijken. Ze hadden iets van koelassoep. Nou, dat is groen. Dan pindasoep. Of rood. Ik zeg groen, maar ik bedoel rood. Pindasoep zou het ook kunnen zijn. Of tomatensoep. Die waren allemaal rood eigenlijk. En Pieman heeft natuurlijk spice. En wat voor zit er erin? Een steak pie. Een African Bobotie pie. En nog een African Bobotie pie. Nou, wij gaan spullen. Ik zag dat de pies 4,50 per stuk waren. Dus ja, eigenlijk 2 pies en de soep gratis. Nou, zeker goede waarde. En het wordt een lekker avondeten met salade. Ik heb net eitjes gekookt. Die gaan er overheen. Nou, toppie. En voor shot hou ik het nog even geheim. Nou, ze wel uit de koelkast, want ze zijn bevroren. Dus we hadden ook nog later kunnen eten hoor. Maar ik vind het wel een leuk iets voor de vrijdagavond. Zeker als het morgen vrij is. Ik zal, als ik denk aan het eind, nog even een fotootje toevoegen van hoe het eten er vanavond uiteindelijk echt uitzag. Maar ik weet niet of ik daar aan toe kom. De etenstijd is op het moment een beetje chaotisch. En ik sta vandaag in de keuken. Alle lampen in de keuken op 100% en we have light. Alleen ik heb wel een beetje schaduw zo. Dat is dan weer wat minder. Maar hè, je kunt niet alles hebben. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Sowieso afwisselende boxen zeg ik. Alle hebben hun waarde. En wat was het geloof ik? 4,99. 2 keer 2,99. En ze waren allemaal, we waren meer dan waard, dus we hebben genoten. Komen
de zondag, dan zal ik sowieso weer laten zien wat we allemaal ervan hebben gegeten. Ook van de linnenbox van gisteren. En omdat morgen komen mijn ouders, of tenminste, die zijn gisteren geweest voor jullie, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb weinig tijd om te editen morgen. Normaal doe ik dat op zaterdag, maar ja, visite kun je niet echt editen. Dus daarom dacht ik, nou, dan plaats ik de Too Good To Go boxen vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En geef een like als dat zo is, geef een reactie. Oh ja, en ik zat eraan te denken, gaan we weer even verder, om begin december, denk ik, maar die wordt denk ik half december, ga ik hem dan uitzenden, een kerstdiner op een budget te doen. Ik heb 2 jaar terug, ja, heb ik voor gluren bij de buren, heet het geloof ik, hier in Horen. Komen er allemaal mensen, je kunt een tafel en je kunt zoveel plaatsen reserveren als je maar wil. Heb ik voor toen 8 mensen plus onszelf een kerstdiner gemaakt, echt op een budget. Ik geloof dat ik in totaal iets van 70 euro kwijt was. Het is allemaal uit eigen pot. Je krijgt geloof ik 20 euro was een waardebon. Je krijgt allemaal lekkere dingetjes van bedrijven die het sponsoren. En het was heel leuk. En ik dacht, nou, dat was op budget. En ik had wel hele leuke gerechten gemaakt. Ik denk dat ik die nog een keer ga koken en ga delen. Of in 1 keer een aflevering, of dat ik een paar, dat ik een keer het voorgerecht doe, een keer het tussengerecht, hoofdgerecht, toetje, bijgerechten. Dan moet ik nog even kijken. Ga jullie zien. En tot de volgende keer natuurlijk. Woensdag komt er een spannend filmpje over een verandering in ons leven.